als ik een vraagstelling heb bedacht en ik heb het afgebakend en ik heb heel veel literatuur gelezen, dan ga ik dat ordenen meestal in OneNote. Dan maak ik verschillende tabbladen voor de verschillende auteurs met hun artikelen of boeken. En dan geef ik het een kleurtje waarvan ik denk dat ik het nodig ga hebben voor mijn werkstuk. Dus bijvoorbeeld hoofdstuk 2 maak ik bijvoorbeeld geel en hoofdstuk 3 maak ik bijvoorbeeld groen. Dus alles wat ik in de literatuur vind, wat daar relevant voor is, geef ik vast een kleurtje. Dan kan ik later heel makkelijk terugkijken welk stukje ik ook weer waarvoor wilde gebruiken. Ik geef ook vaak aan of ik het stukje al gebruikt heb voor mijn werkstuk. Dus dan kan ik aan het eind heel goed zien welke stukken literatuur ik nog niet gebruikt heb voor mijn werkstuk, zodat ik die mogelijk nog erin kan verwerken.